Ten eerste leert ze ons iets over de vorm, dat een uh, opstand altijd spontaan en onverwacht gebeurt. Dat die dus niet van hoge hand geregeld of uh, georganiseerd kan worden. Dat het iets is dat uit de bevolking zelf moet ontstaan op het moment dat het onrecht te groot is of de gevoelens van uh, onrechtvaardigheid en onvrijheid te groot zijn geworden. En die ineens vaak door uh, iets onbenulligs omslaan in, in uh, een protestbeweging. Um, wat we nog meer van haar kunnen leren. is dat zij niet alleen kritiek heeft geleverd op uh, het, het politieke bestel uit haar tijd. dat is honderd jaar geleden. maar dat ze ook alternatieven heeft aangedragen. En dat heeft ze de naam Volksraden Democratie genoemd. Dat wil zeggen het bestaan naast de parlementaire democratie. van uh, volksraden die gekozen worden uit de bevolking. en die politieke beslissingsbevoegdheid krijgen. als, het, als een zeg maar een soort denktank. Die um, um, een referendum onderzoekt en daar een, een, een raadgevend uh, advies over uitbrengt. En die volksraden die, uh, zijn in de geschiedenis een aantal keren heel succesvol geweest: tijdens de Parijse Commune 1871, tijdens de Eerste Russische Revolutie 1905. Maar Hannah Arendt, die dit idee van Luxemburg helemaal overneemt. Um, laat zien dat ook bijvoorbeeld de Hongaarse Revolutie in 1956 een aantal weken juist dankzij die volksraden um, heel veel van elkaar wist te krijgen. En ook met name grote, op grote steun van de bevolking kon rekenen. En dus is mijn, is mijn uh, voorstel in het essay om uh, in deze tijden misschien weer eens een begin te maken met een um, alternatief democratisch instrument als als die volksraad en ik geef daar dan uh, verder wat uh, voorbeelden en uitleg over.